Het pensioenseminar van Nationale Nederlanden. Vandaag in het koetshuis van Kasteel Nijenrode. Met als thema pensioen en crisis, lessons learned en wat zijn de gevolgen voor uw situatie. Wat zijn uw verwachtingen van vandaag? Ik ben erg benieuwd om te horen hoe andere bedrijven omgaan met pensioen in de crisis. En te kijken welke risico's en kansen zij zien. Mede ook omdat wij zelf een eigen pensioenfonds hebben waarvan we overwegen om over te gaan naar een branchepensioenfonds. Om met elkaar eens van gedachten te wisselen over wat er eigenlijk allemaal gebeurd is en wat voor impact dat heeft op onze pensioenen en hoe we ook naar de toekomst toe gaan kijken. Hele grote verwachtingen natuurlijk, anders zou het niet gekomen zijn. Dus meneer Koelewijn die het opent, dat lijkt me heel interessant om zijn betoog te horen en de rest van de middag ook. Dus ik ben benieuwd wat er uit de bus komt. Ja, ik wil ook met name eens even kijken hoe men in pensioenland door de crisis gekomen is of hoe zwaar men er nog in zit. Nou, ik ben heel benieuwd naar het verhaal met name van Rogier Kerkhoff, Spenkels en Verschuren. Een stukje doorpakken na de crisis, wat moet er gebeuren, welke risico's lopen de werkgevers er nog. Dus ik ben heel benieuwd. Rogier Kerkhoff, wat moet nou iedere financiële executive altijd vragen bij de oriëntatie van pensioenen? Wat moet een executive vragen bij pensioenen zijn een heleboel vragen. Ik denk dat de belangrijkste drie begint met welke risico's heb ik nu in mijn organisatie, welke wil ik overdragen en welke heb ik dan alsnog. Nou, risico's overdragen aan de verzekeraar zou ik beginnen met gewoon in kaart brengen financiële risico's, die zou ik zoveel mogelijk bij de verzekeraar liggen. Daarnaast heb je communicatierisico's met deelnemers. En dat is een hele belangrijke die onderschat wordt gewoon. Dat moet je volledig zelf in hand houden. Kun je wel vragen dat een verzekeringsmaatschappij of een adviseur je daarbij helpt. En als derde risico, nou het woord risico is iets apart. Ik zou het meer noemen behoefte gewoon. Welke behoefte wil je invuld hebben, ja dan nee. Je kunt kiezen voor beleggen en je kunt kiezen om dat gewoon uit te besteden. Dat is ook een onderdeel van financiële risico, dus komt terug op niveau 1. Dus ik zie eigenlijk niet echt een derde verhaal, tenzij het risico van clashes tussen je verschillende leeftijden en je bedrijf. Mensen die het weten, niet weten, jongeren, ouderen. Ik prijs mezelf gelukkig te zijn en nog tot de jongeren te behoren. En ik moet eerlijk zeggen, ik vraag me ook af en toe waarom betaal ik inderdaad voor al die anderen. Nou, de risico's die u in feite overdraagt zijn de risico's op de uitkeringsgarantie. Ten alle tijde zal de verzekeraar ervoor zorg dragen dat tot de laatste deelnemer de pensioenen worden uitgekeerd. Risico's die u niet kan overdragen zijn de risico's van de ontwikkeling van het deelnemerbestand. Daar betaalt u een premie voor, maar daar heeft u wel keuzes in. En die keuzes kunnen we samen maken met de verzekeraar. De tweede vraag is denk ik van wie is er nou in de organisatie verantwoordelijk voor het pensioendossier? En dat houdt in van een stukje governance en dat ook daadwerkelijk beleggen bij een persoon in de organisatie. Naar mijn idee is dat een combinatie tussen een HR-afdeling en een finance-afdeling. En daar ook vervolgens te gaan kijken van hoe kan de organisatie daarin ondersteund worden door een verzekeraar. Verantwoordelijk zou ik zeggen HR. Het is toch echt een onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. Ook altijd de CFO moet je meenemen. En ik zou zeggen eigenlijk ook de CEO, want je moet gewoon als Hansen Management moet je besluiten wat wil je gewoon. Altijd je ondernemingsraad of werknemers ook meenemen. Wil je niet te veel, wil je te weinig? En dan zou ik zeggen, ja, dan heb je het wel in kaart. Nou, de vraag is dan, wie is ultiem verantwoordelijk? Dan zou ik eigenlijk altijd zeggen, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Want anders kom je er ook nooit uit. Het pensioendossier is iets wat de laatste tijd natuurlijk veel in het aandacht is. En het is in eerste instantie altijd het aandachtspunt geweest van degene die betaalt, bepaalt ook. En dat is wel sterk aan het veranderen. Je hebt de verschillende deelnemersgroepen, de gewezen deelnemersgroepen, die ook invloed hebben. En die zullen als stakeholder ook betrokken moeten worden bij de toekomstige ontwikkelingen van de regeling. En uiteraard hebben wij daar als verzekeraar ook een stem in. En we zullen gezamenlijk moeten komen tot een goede set van afspraken waarbij alle partijen zich kunnen vinden. Derde vraag die ik als CEO of CFO zou stellen aan een verzekeraar is hoe de verzekeraar mij kan helpen met het beheersbaar houden van de pensioenlasten. Nou, heel simpel. Stabiele premie. Dus heel duidelijk, dit krijg je voor dat som geld en dit is dan ook voor je deelnemers. En als dat gewoon simpel en duidelijk is, dan is het gewoon een vast bedrag de komende jaren. Dat is het. De verzekeraar kan daarbij helpen door verschillende producten aan te bieden waarin de verschillende risico's voor de werkgever anders zijn gestructureerd. We hebben naast DB beschikbare premieregelingen en binnen beschikbare premieregelingen zijn de lasten voor de werkgever vooraf helemaal duidelijk en kunnen we vervolgens de deelnemer duidelijk inzicht geven in wat zijn toekomstige verwachtingen zijn en wat hij daar zelf in wil kunnen ontvangen. We'll be right back.
jij bent al 20 jaar met pensioen. En je had 6 jaar met pensioen gekomen. Zijn uw werknemers door de crisis bewuster van hun pensioen? Jazeker, we krijgen steeds meer vragen. Nee hoor, die zijn over het algemeen nogal jong, dus die zien het naar mij de zonvloed op dit moment. Ja, met name degenen die beleggen. Die worden in één keer wel wat wakkerder, zeg maar. Nou, ik werk zelf bij de vermogensbeheerder van alle klanten. Ja. Dus wij zijn wel degelijk bewuster geworden, ja. Dat denk ik niet, nee. Ik denk dat ze er wel heel erg mee bezig zijn, maar wat voor effect het daadwerkelijk heeft, ja, dat is natuurlijk heel erg spannend voor iedereen. Ons bedrijf heeft toch een leeftijdsgemiddelde van 40 plus. En je merkt gewoon bij 40 plus is er meer aandacht voor pensioen dan bij 40 min, zeg ik altijd maar. Dat betwijfel ik, omdat wij een eigen pensioenfonds hebben. Waarbij desnoods ook zelf bijspringen mocht dat nodig zijn. Verzekeraars die denken in de markt, die kijken niet naar vaste rekenrenten, die kijken naar risico's. En risicoschat is heel marktbaar. Gaat u het meest bijblijven van deze dag? Wat gaat mij het meest bijblijven? De noodzaak om te communiceren. Dat er nog heel wat na te denken valt. Hoe beheers je de kosten van een pensioenregeling? En daar hebben we in de afgelopen presentatie het een en ander over gezien. De bewustwording voor ons als werkgever, maar zeker dat we dat ook over moeten gaan brengen naar de werknemer. Dat je wel getriggerd wordt als je dit dan weer hoort om ook weer eens kritisch naar je eigen contract te kijken en wat je nou daadwerkelijk hebt afgesproken. Dat je als pensioenbestuurder heel veel moet doen voor mensen waarvan de interesse voor het onderwerp toch heel beperkt is. En op de tweede plaats dat de problematiek veel dieper gaat als je in eerste instantie denkt. Dus in eerste instantie denk je een bepaalde oplossing gevonden te hebben. Maar vooral als het om de uitvoerende technieken gaat, dan kom ik er steeds meer achter dat het echt een specialisme is. Pensioen blijft maatwerk. Dus de vraag is, gaat u met pensioen in het koetshuis of in het kasteel?